visitekaartjes. Oh, die zien er echt leuk uit. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag. Vandaag moet ik eerst een paar dingetjes doen voor onze meet and greet. Zaterdag onze TikTok meet and greet. Daarna ga ik werken aan een logo waarmee ik aan bezig ben. En misschien tussendoor een kleine wandeling. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Deze zwarte t-shirt. Ja, hij is wel degelijk zwart, alhoewel dit niet goed ziet op camera. Een jeansbroek. En schoenen. Maar deze schoenen ga ik niet aan doen. Het zijn namelijk gele schoenen die ik heb in. Deze trui heeft trouwens... strepen is redelijk licht en komt van ASOS. Heeft zo van die fluorstrepen. Ik moet toegeven dat ik voordat ik deze outfit heb bereid, eigenlijk al lang geen jeans meer had gedragen. Ik draag namelijk meestal stoffenbroeken nu. Was van gisteren, hopelijk is hij droog. Is het nog in? Ik ga dit eens even uithalen en mijn raam sluiten, want het is eigenlijk wel redelijk koud. En omdat ik nog altijd wel een beetje verkouden ben, moet ik toch opletten. Een beetje cornflakes. En melk die ik gisteren ben gaan halen naar de koolrooid. Maar voor ik begin aan mijn ontbijt, eerst een goed glas water. Net dit TikTok promofilmpje gemaakt. En nu ga ik iets tonen die daarmee te maken heeft. Nee, niet deze... irritante puist die daar gewoon blijft zitten op zijn makje, maar iets anders. Ik wil jullie namelijk dit pakje tonen. Dit pakje heb ik besteld bij Vistaprint. Dus misschien heb je daarmee al een klein idee wat dat er zou kunnen inzetten. Ik doe hem even zo ongemakkelijk open, omdat jullie anders mijn adres zien en ik heb geen zin om dat toe te schrappen. Oh, wat is er gekomen? De bepaling weet dus eigenlijk weet je mijn adres zelf niet. Ik kan deze doos niet openmaken. Op een nooit normaal manier. Oké, het is gelukt. Ik heb namelijk twee soorten dingen besteld. Het eerste zijn kaartjes. Ik ga deze eerst openmaken. Voilà, hier ben ik. Ah, ziet dat er niet leuk uit? Ik ga ze waarschijnlijk een deel gebruiken om als handtekenkaartjes te versturen. En misschien later bij winacties, als ik erover heb. Lijkt me wel leuk. Een tweede dat ik besteld heb zijn visitekaartjes. Oh, die zien er echt leuk uit. Er is zo'n ruitjesprint aan de achterkant. Hier heb je zijofhaar.nl. Mijn e-mailadres, mijn TikTok, mijn YouTube naam en... dit is een ecologisch papier. Ik heb daarvoor meer voor betaald, maar ik vind dat helemaal niet erg aangezien. Dat beter is voor het milieu en zo. Daarnaast wil ik ook nog mijn kalender scheuren. Dit was zondag. Maandag. Die is wel leuk. Maar ik denk niet dat ik die kou gebruik. Oh wel? Zo... Daily dose of vitamin C. En dat is vandaag, die ben ik iets minder. Hey,
Ja. Ik ben nog niet gaan wandelen. Het is nu 9:50. Misschien ga ik daar straks nog heel vlug even doen. Vlug. Ik bedoel geen wandeling van een uur of zo, maar gewoon even binnen en buiten. Ik ben net heel hard bezig geweest aan het logo. Dat is ongeveer oké. Die ga ik nu meedoen. Naar degene waarvoor ik ze maak. En dan kan zij zeggen van wat is goed, wat is minder goed. Want ik heb verschillende gemaakt. Welke vind ik het best? Wat kan er nog aan veranderen? En zo van die dingen. Normaal doe ik dat trouwens niet hoor. Maar deze keer dus wel. Het is nu 11:04. Ik heb net een kleine wandeling gemaakt door de stad. Gewoon richting de markten terug. Ik heb een paar Pokémon's gevangen onderweg. En ik heb 2 toffe TikToks gemaakt bij de markt. Die ga ik deze week ergens posten. En ik zit met een twijfel. Vanavond speelt de bibliotheek hier in Ieper een gratis openluchtfilm. Namelijk Isle of Dogs. Vanaf 9 uur. Maar ik ben aan het twijfelen of ik de film wel wil zien. I flew it to the island because of your dog. Hey, ik zit in de auto klaar om ongeveer te vertrekken. Ik ben even in de achteruitkijkspiegel aan het kijken omdat er iemand achter mij staat. Die is een auto wel. Ik ben een buurman, dus dat kan wel redelijk awkward zijn. Oké, tijd om te werken. Doodles! Tot straks. We zijn net toegekomen. Ik ben mijn brillendoos kwijt. Waar ik hem in de knap? 89. Dat ben ik in mijn zak gestoken. Okay. Dat hoeft nooit. Oké, tijd om te gaan werken. Mijn werkdag zit erop. Ik ben de parking op aan het lopen van de Palingbeek. Hopelijk dat er hier niemand staat. Nope. Het is veilig om te vloggen. Ik ben net klaar met werken. Tijd om naar mijn auto te gaan. Dat is een goede werkdag. Ik ben trots. En morgen heeft iedereen vrij. Behalve ik. Ik vind het niet zo heel erg. Dat zeg ik nu wel, maar... Het is oké. Met mijn auto, want het is veel te veel wind deze week. Haalt in mijn vetje. En nu kan ik jullie even op het dashboard slaan. Ik ga zwemmen vandaag. En morgen ga ik misschien gaan lopen, want de atletiekpiste is open. Ik ga gewoon nog moeten kijken of dat die vrij is. Op het moment dat ik wil gaan. Misschien ga ik morgenochtend hier even wat internetgebruik komen maken. En hier een beetje werken aan eigen projectjes. Want er is hier morgenochtend toch niemand. En ik moet ook pas vanaf 's middags beginnen werken. Oké, doodles, tot straks. Hey. Oké, het is nu 7:15 en ik ben klaar met zwemmen. Dus ik heb eigenlijk exact 1 uur in het weest, want het was 4:15.
6 voor toen ik toe kwam in mijn kotje. En het is nu 6:45 als ik in mijn auto stap. Dus dat is een klein uurtje gezwemd, iets minder. Gezwommen, niet gezwemd. Het ging goed. Een paar lengtes gedaan, ik tel mijn lengtes niet, dus een beetje op gevoel. Ook een paar keer kruil vooruit en een paar keer kruil achteruit geprobeerd. Ik kan dat niet, dus dat ziet er altijd een klein beetje gek en overdreven uit. Maar ik probeer het te oefenen op mezelf. En ik heb ook iets met mijn haar gedaan. Nadat de kloor heb proberen uit te wassen zonder product, heb ik in mijn kotje mijn haar uitgekamd. Dan conditioner aangebracht. Dan even in mijn handdoek laten rusten. Dat weer uitgekamd. En ik heb nu het gevoel dat het minder plakkerig gaat zijn. Maar we zullen zien. Mochten jullie trouwens frequente zwemmers zijn. En je wil net zoals ik niet na elke beurt je haar wassen. En je bent ook niet zo goed met zwemmutjes en van die toestanden. Hoe doen jullie het? Hoe zeggen jullie dat jullie haar geen kloorhoop wordt? Er passeerden net mensen en ja, er staat een camera op mijn dashboard. Ik vind het altijd heerlijk als het regent, omdat ik zo'n open dak heb. Maar geen comfortable, maar ja, zo'n dakraampje waardoor je kan kijken. Ik vind dat, ik weet niet, tof. We zijn thuis heel vlug eten maken, want ik heb honger. Goed, volkoren spaghetti met vegetarische pasta saus van Boni. Hallo, ik heb een paar dagen geleden het Kobo Plus abonnement aangeschaft. Toch een proefversie ervan. En nu kan ik luisterboeken luisteren zoveel als ik wil. Momenteel ben ik het luisterboek Becoming van Barack, van Michelle Obama aan het luisteren. Heel, heel erg tof. Ik luister wel de Nederlandse versie, omdat ik het tegenwoordig gemakkelijker vind om in het Nederlands te luisteren of te lezen. En ondertussen ben ik iets aan het maken. Eerst straks heb ik trouwens een tiny house gemaakt in The Sims. Dat was super tof. Had daar heel veel zin in na het bekijken van de serie Tiny House Nation op Netflix. En nu ben ik broodpudding aan het maken. Ik heb er geen rozijntjes bij gevoegd, want ik lust echt totaal geen rozijnen. Ik heb er geen kaneel bij gevoegd, omdat het zo te zomers is voor kaneel. Maar ik heb er wel stukjes zwarte chocolade bij toegevoegd. Dus misschien smaakt dat wel lekker. En dit is mijn oventje. Daar, ik had genoeg voor een grote schaal en een kleine schaal. En hier ligt mijn kookboek. Het is gewoon ons kookboek. Ik heb het gekregen van mijn mama. En dit is totaal geen hashtag spon. Maar ons kookboek is echt een kookboek die iedereen in huis moet hebben. Het heeft allemaal heel goede basic receptjes. Maar ook ja, vooral voor dingen zoals pannenkoeken, wafels. Al die recepten staan erin. Broodpudding, maar ook heel veel witte sausrecepten en andere sausrecepten. Echt een aanrader. Hey, ik ben aan het kijken of dat ik een partner met Kids Fever Festival voor de meet en greet. Maar ik weet nog niet of dat zal lukken. Er staan nog maar 4 minuutjes op de timer en ik durf niet te kijken naar mijn cake. Dag lieve broodpudding, hoe gaat het met jullie? Oké, en ik hoop dat dit niet inzakt. Oh, dat ziet er lekker uit. Camera is bedompen. We gaan een keer stekken of dat in orde is. Er plakt nog een heel klein mini beetje aan mijn mes als ik erin stek. Wat dat betekent dat ik de oven kan toedoen. En het is zo'n... Mijn fornuizen zijn zo al sinds als je erop kookt dat ze nog kwijt niet lang warm blijven. Dus ik vermoed dat mijn oven ook wel zoiets zal zijn. En dat ik de rest van de tijd hem gewoon nog eventjes kan laten uitzetten. Terwijl dat hij de rest van zijn warmte gebruikt. Look at my tooth, Papa!
een luchtbehangersgebod. En ik heb nog altijd de huisbaas niet gebeld om het te komen fixen. Tabby! Dit is mijn badkamer. Ik ga ooit wel nog eens een home tour doen, maar eerst moet iets meer in orde zijn. En proper. Omkleed! Oei, dat is mijn timer. Voor mijn brood.